Hey, goedemorgen Serge. Je spreekt met Robert Kovacs vanaf mijn kantoor in Hendrik Ido Ambacht. Serge, ik zou jou nog eventjes terugbellen. Hartstikke goed. Excuses. Serge, bedoeling van dit gesprek is eigenlijk heel simpel. Ik heb een aantal ideeën en mogelijkheden, die ga ik met je delen. Ik ga al je vragen beantwoorden. We gaan gewoon eens kijken in een paar minuten tijd. Hey, hebben wij een match? Kunnen wij gezamenlijk win-win-win creëren? Zo ja, hey, twee duimen de lucht in. Dan gaan we de vervolgtrajecten bespreken. Hebben we geen match, Serge, dan wens ik jou een prettig weekend. En we blijven gewoon goede vrienden. Dat is de bedoeling. Serge, als allereerst, stel je eens voor dat wij wel een match zouden hebben. En dat ik jou het een en ander laat zien. En wij gaan de mouwen oprollen, we gaan de markt in, we gaan klanten, cliënten, opdrachten, transacties, kassa aan alle kanten laten rinkelen. We gaan dat voor elkaar krijgen. Dan is mijn eerste vraag naar jou toe, van, hey, met jullie bedrijf, hetgeen wat jullie doen, vanaf welk bedrag kunnen partijen bij jullie terecht? Wat is het minimale dat jullie je bed vooruit komen? Nee hoor. Oh. Nee. Klopt. Klopt. Dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik. Ja, maar goed, wat is het tot in het, gaan we terug het verleden in? Wat was de minimale opdracht dat jullie toch gedaan hebben? Oké, en dat was voor welk? Ja. 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 Kijk. Hier. Nee, maar kijk, ik... Precies. Maar ik ben blij dat je dit zegt. Want dat wist ik namelijk niet... Want heel Nederland, niet alleen heel Nederland, maar heel Europa loopt op schoenen. En dat is wel een gigantisch potentieel. En als je zegt van 35 euro, daar staat je focus op dit moment misschien niet aan. Maar stel je voor dat wij honderden of duizenden mensen in Nederland dagelijks, wekelijks, maandelijks met schoenen kunnen voorzien. En jij zet daar een poppetje neer. Hey. Precies. Want hoe lang heb je werk aan zo'n schoen? Of schoenen? Eén schoen doe je. Hoe lang duurt dat? Geweldig. Nou, dat is toch geweldig, jongen. Maar goed, dit is een bijzaak. Hè? Nu hebben we bijvoorbeeld schoenen, 35 euro. Ik maak wel even een notitie. Kijk, dit is natuurlijk een optie wat we altijd gaan doen... Als we een samenwerking, stel dat we een samenwerking aangaan, dan is er altijd één wet in de markt, Serge. Follow the money. Waar is het meeste geld in te verdienen? Waar hoeven we het minste te werken? Waar gaat geld naartoe? En daar gaan wij ons in mengen met onze bedrijf, producten, diensten, oplossingen, whatever. Ja? Dus ik vind schoenen vind ik leuk. En heel Nederland loopt op schoenen en klompen. Dus die kunnen we helpen. Maar... laten we eens even kijken naar de wat grotere transacties. Hè? Wat je net aangaf, 10 vierkante meter. Mm-hmm. Correct. Ja. Mm-hmm. Wauw. Mm-hmm.
Geweldig. Mm-hmm. Zakenpartner? Ja. Kijk. Wauw. Mm-hmm. Ja. Ja. Precies. Mm-hmm. Mm-hmm. Nee. Wauw. Nee, maar dat maakt niet. Dat blijft onder ons. Nee. Nee. Ja, ik waardeer je eerlijkheid. Ja. Mm-hmm. Ja. Nee. Ja, dat klopt. Dat zijn de tienduizenden. Nee. Nee, man. Jezus. 550.000 boten in Nederland? Wauw. Geregistreerd, ja. Wauw. Ja, tuurlijk. Wauw. Ja, we zijn natuurlijk ook een beetje waterratten hier in Nederland, hè? Dus ja, ik geloof het wel. Ik geloof het wel, inderdaad. Wauw, mooi man. Mhm. Mm-hmm. Gisteren een klein beetje misschien. Ja. 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 Mhm. 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 Ja. Mhm. Ja. Och. Ja. Och. Ja.
Mm-hmm. Jezus. Kijk. Ja. Kijk. Ja, je krijgt je gezondheid er niet mee terug. Nee. Begrijp ik. Ach. Ach, verschrikkelijk. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen hoor, als ik dat hoor. Ja. Nee. Ach, Jezus. Vrienden en familieleden, 8 mensen door corona overleden uit jouw kringen? Alleen familie al. Jezus. En wat is de minimale leeftijd? 27 jaar, je neef. En de oudste? 84. Omaatje, Jezus, wat een pech, zeg hij. Och, verschrikkelijk, ja. Ach. Hartstilstand, wauw. Ja, echt bizar. Nee, ik was... Nee, maar ik was laatst bij een kennis. Ja, precies. Ja. Ja. Kijk. Je lijkt mij ook een sociale man. Ja. 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 Nee. Nee. Precies. Wat leuk zeg. Ja. Mm-hmm. Ja. 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 Duidelijk, Serge. Ik vind het een boeiend verhaal. Ja, bedankt voor je eerlijkheid. Ik zie wat jullie doen. Jij vertelde mij, jij bent met een partner. Ja, met een zakenpartner bedoel ik, hè? Ja. Nee. Oh, jij hebt geen compagnon. Ja. Nee. Ja. Je inkomsten hebt? Ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja, dan gaat hij fulltime met jou aan de slag. Ah, zo bedoel je. Ja. Alleen ben je, ja. Ja, natuurlijk. Ja.
Juist. Kijk. Dit is goed, want ik zie jouw doelgroep is hout, steen, metaal, glas. Van alles en nog wat. Dus van auto's, boten, vliegtuigen. Tot schoenen. Ja? Van zelfs schoenen kunnen we aanpakken. Serge. Kijk. Nee. Serge, ik zie een gigantisch potentieel. Wat ik op jouw website ook gezien heb. Dat jij en met partners, met distributeuren werkt. Dus je verkoopt direct. Maar je kunt ook zeg maar met zakenpartners die jouw soort van ambassadeurs, zakelijke partners. Nou ja, dan kan je natuurlijk nog sneller groeien. Gewoon Serge, van ondernemer naar ondernemer. Hè? Als ik gewoon heel brutaal zeg, Serge, stel je voor dat wij een samenwerking aangaan. En wij kunnen in de komende 12 maanden pak een beet 1 miljoen euro omzet binnenharken. Ja, ja, zo raar is dat niet hoor. Als ik zie wat je allemaal kan bedienen. En wat je allemaal doet. En via jullie website. Dan denk ik van nou ja. Dat mag geen hoge wiskunde zijn. Dat moet gewoon haalbaar zijn. Zou het dan voor jou interessant zijn. Om mij 3% te betalen. Op die miljoen. Oké. Serge. Dan hebben wij een match tot zover. En, want ik zie heel veel potentie, ik zie heel veel mogelijkheden en ik kan je allemaal leuke dingen over mij vertellen en zo. Daar heb jij helemaal niks aan, want de resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Jij wilt weten, hoe kan ik met jou samenwerken? Wat kunnen wij voor elkaar betekenen? Serge, 25 jaar ben ik al marketing en sales professional. Ik heb van start-ups nog in de gulden tijd tot eurotijd grote multinationals, beursgenoteerde bedrijven, sales systemen, strategieën in elkaar zetten. Eigenlijk om één ding, kassa laten rinkelen. Want daar draait de hele economie op. De rest is allemaal leuk en aardig, maar als we kassa niet laten rinkelen, hey, dan kan je deuren sluiten, kan je wat anders gaan doen. Dus dat is mijn focus. Dat is ook het enige resultaat. Ik ben geen geldwolf. Maar hey, als we zaken doen, dan moeten we de kassa laten rinkelen bij jou. Zodat jij je inkomsten hebt en jouw spullen, bedrijf, mensen kunt betalen. En zodat ik mezelf terug kan verdienen. Ja? Mhm. Mhm. Kijk. Nee, tuurlijk. Tuurlijk. Precies. Nee. Ja, je bent niet van gisteren. Mooi. Precies. Ja. Ja, ja. Ja. Nee, dat werkt niet. Nee, dat gaan we niet doen. Ja. Ja, ja. 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 Ja, precies. Ze willen alleen je centen hebben, daar hebben ze respect voor. Ja. Begrijp ik. Ja, natuurlijk. Ik ken dat spelletje. Ik ga ook een tijdje mee hoor, Serge. Dus ik weet precies waar je naartoe wil hoor en hoe dat werkt. En daarom is dat mijn aanpak ook niet. Maar Serge, kijk. We hebben tot zover een match. Ik wil jou uitnodigen. Wij hebben een online virtueel kantoor op Skype. Daar werken wij van maandag tot en met vrijdag. Van 's ochtends 9 tot 12, 's middags van 1 tot 4. Wat ik met jou wil doen, dat wij een ochtendje plannen
wanneer jouw agenda dat toestaat, dat we een proefsamenwerking aangaan. Wat bedoel ik daarmee? Voordat je daadwerkelijke klap met de hamer geeft, is het belangrijk om elkaar wat beter te leren kennen. Leer mijn ondernemers kennen waarmee ik op dagelijkse basis samenwerk. Mijn zakenpartners, mijn team. Wat voor tools zetten wij in? Wat voor strategieën rollen we uit? Eigenlijk leer je dan het hele rattenplan kennen. En het allerbelangrijkste, hoe krijgen we 5 tot 7 afspraken per uur en 20 tot 30 klanten per week binnen? Wat heb je daarvoor nodig? Heb je geen geld voor nodig? Alleen hard werken. Ja? En dat ga ik je allemaal laten zien. Dus ik ben niet achter je cent aan, maar ik ga je wel laten zien van hey, zo komen we, zetten we de punten op die. Na zo'n Nee. Ja. Precies. Dus dat lijkt mij het allerbeste te doen. En vanuit daar worden al je vragen beantwoord. Dan hebben we elkaar beter leren kennen. Dan weet je precies welk systeem wij toepassen. Waarom het zo krachtiger is. Waarom wij geen centjes vooraf moeten hebben, maar pas achteraf wanneer de resultaten zijn geboekt. Want het enige wat telt in het leven is het resultaat. Praatjes vullen geen gaatjes, dat weet jij zelf ook. Dus resultaten zijn het meest belangrijke. Vanuit daar, Serge, op het moment dat de match nog steeds is, ik geloof in jou, jij gelooft in mij, ik denk dat het blijft, ik denk niet dat het gaat veranderen. Vanuit daar kunnen we eens kijken, hoe zit de samenwerking eruit? Wie gaat wat doen? Op welke manier? Vanuit daar, hey, hoe gaan we de omzet, hoe krijg ik een klein beetje inzage over de omzet? Hoe ga jij mijn commissie betalen elk kwartaal als er groei is geboekt? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En het enige wat jij nodig hebt, is een pennetje, papiertje, Skype-aansluiting op je iPad, computer, whatever. Maakt allemaal niet uit. En een geheimhoudingsverklaring die jij gaat ondertekenen. Dat is niks engs, Serge. Dat is gewoon puur om jou en mijzelf, mijn organisatie, in bescherming te nemen. Dat wil zeggen, alles wat jij die ochtend ziet, krijgt, te horen krijgt, hey, mag je allemaal gebruiken, is allemaal jouw informatie, mag je toepassen. Maar het enige wat je niet mag doen, is verkopen of met andere mensen delen. Want dan zou je mijn bedrijf schaden, zeg maar. Dit is het enige. Dus als je zegt van, hey Robert, ik heb nog in de komende 2 weken, heb ik een ochtendje dat ik zeg van, nou, ik heb dan niks te doen. Dan gaan wij die proefsamenwerking inplannen. Dan gaan wij die ochtend lekker aan de slag. Dan laat ik jou alles zien van A tot en met Z, zodat we gezamenlijk een intelligente keuze kunnen gaan maken. En gezamenlijk ook weten van, hey, op die manier gaan we de samenwerking aan en invullen. Want ik wil niet voor verrassingen komen te staan en dat gun ik jou ook niet. Snap je? Zeker weten. Hoe zit jij in de week van 17 augustus, in die week? Gewoon een ochtendje. Zullen we woensdag of donderdag? Even kijken hoor. 7. Alles krijg je van mij. Alle. Nee, dat is woensdag. Woensdag is dat dan, laat me eens even kijken. 19 augustus, hè? 19 augustus. Van 9 tot 12, Serge. Jij krijgt binnen 24 uur, geef me een beetje de tijd, vandaag een drukke agenda. Binnen 24 uur krijg jij van mij alles via e-mail, zoals gisteren ook. Dus geheimhoudingsverklaring, strategieën die wij gaan bespreken. Gewoon een korte introductie, de datum, alles wat wij gaan doen. Jij bent in mijn telefoon, ik ook in die van jou. Tot die tijd hebben wij natuurlijk nog een beetje chat, WhatsApp, bel, whatever. Ik ben er altijd voor je, je mag me altijd bellen. In de tussentijd ga ik me wat meer verdiepen, ook in jouw bedrijf. En hetgeen wat jullie doen. Want die ochtend wil ik echt met je gaan knallen.
En vanuit daar, Serge, gaan wij kijken, hey, hoe kunnen wij handen in één steken, mouwen oprollen en heel veel ondernemers, bedrijven gaan helpen met jullie bedrijf. Goed zo, Serge, nu dat ik je toch nog aan de telefoon heb, want ik moet er zo vandoor, zijn er nog vragen op dit moment die jij voor mij hebt? Duidelijk, hè? Alles komt goed. Vertrouw op mij. Goed zo, ik ook, man. Leuk. Bedankt voor al je informatie wat je met mij gedeeld hebt. En ik kijk er naar uit om je beter te leren kennen. Jij hoort van mij en wij zien elkaar sowieso op Skype de 19 augustus. Gaan we doen, jongen. Fijn weekend. Yo, hoi hoi.